Voor wie is de cursus bedoeld en wat kun je er leren? Als je je oppasdiploma gaat halen bij Centrum voor Jeugd en Gezin, leer je hoe je positief kunt omgaan met kinderen. Wat betekent het om kinderen te troosten? Hoe kun je complimentjes uitdelen? En vooral, hoe leer je grenzen stellen? Ja, wij gaan beginnen met een oppascursus. Die is voor kinderen tussen de 11 en de 16 ongeveer. En wij gaan kinderen een aantal dingen bijbrengen die handig zijn als ze ergens gaan oppassen. Ja. De cursus bestaat uit 4 avonden. Ze gaan leren hoe communiceer ik met ouders. Wat moet ik weten van een ouder voordat ze de deur uitgaan en ik alleen met het kind thuis zit. De tweede les gaat over veiligheid. Hoe til je een baby op? Hoe verschoon je een baby? Waar moet je op letten? Laat ik mijn hete thee staan als ik even op de andere kinderen gelet heb, terwijl er nog een peuter rond de tafel loopt. De derde bijeenkomst gaat over communiceren met kinderen. Hoe praat je met een kind? Je bent zelf puber, de mensen die de oppascursus volgen. Maar ja, hoe praat je nou met een klein kind zelf? En de laatste bijeenkomst gaat erover van... hoe presenteer ik mezelf? Hoe kom ik überhaupt aan een oppasadres? Hoe ga ik dat zoeken? En wat is bijvoorbeeld wel handig om te doen? En wat is niet zo handig om te doen in die zoektocht? Bijvoorbeeld het ophangen van je telefoonnummer in de supermarkt. Ja, vinden je ouders dat eigenlijk wel goed? Heb je daarover nagedacht wat er kan gebeuren als je dat doet? Ja, ja, en ook bijvoorbeeld de onderhandeling, want ja... Normaal krijgen ze daar geld voor of wat dan ook, of een vergoeding. En is dat ook een onderhandelingspunt dat jullie ze leren? Ja, daar gaan we het ook over hebben. Van, nou ja, wat moet je vragen? Wat zijn reële bedragen? Maar ook, ja, hoe breng je dat ter sprake bij ouders? Want dat is toch voor sommige kinderen best een moeilijk onderwerp om aan te snijden. Ja. En voor wie is het nou eigenlijk bestemd? Want ik kan mij voorstellen dat zelfs de opa's en oma's het wel zo'n cursus zouden willen hebben. Maar vertel... Ja, nou, dat vind ik een heel goed idee om daar ook een cursus voor te gaan starten. Maar deze cursus die is geschikt voor kinderen vanaf groep 8 basisschool tot een jaar of 16 ongeveer. En zowel jongens als meiden zijn van harte welkom. En heb je nog een idee van om even wijs te maken waar ze dan moeten zijn? Hè? Dus... Ja, de cursus wordt gegeven in Odendaal, in de ruimte van het consultatiebureau, dus bij de huisartsen. En ze kunnen zich aanmelden via ons mailadres, dat is info@cjggeeftantwoord.nl. Of ze kunnen naar het CJG bellen. Nou, is het een goed idee om bijvoorbeeld de scholen daar ook over in te lichten, de groepjes 8? We hebben de scholen zelf al ingelicht. Die zijn al op de hoogte, maar mochten kinderen dit zien en graag willen meedoen, wees welkom en meld je aan.